Hoe opereert een robot? Ik vertel het je in dit college. Word jij binnenkort geopereerd door een robot? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ben al 30 jaar chirurg. In de eerste plaats ben ik dokter. Maar ik heb ook altijd een fascinatie gehad voor nieuwe technologie. Al 22 jaar geleden voerde ik de eerste operatie in Nederland uit met een robot. Dat was toen nog heel bijzonder. Maar tegenwoordig niet meer. Ik zelf doe vooral veel operaties aan de maag en aan de darmen. Maar ik vroeger het grootste deel van de tijd een scalpel in mijn handen had, doe ik dat tegenwoordig met joysticks. En ik zit dan op 1,5 meter afstand van de patiënt. Mijn handen, die raken bijna geen lichaamsweefsel meer aan. Er staat namelijk een robot aan de operatietafel. En deze voert de daadwerkelijke handelingen uit. Nou, dat had ik me 30 jaar geleden, toen ik begon, echt niet kunnen bedenken. Mijn liefde voor techniek heeft me ook naar de Universiteit Twente gebracht, waar ik onderzoek doe en lesgeef aan studenten technische geneeskunde. In Twente kijken hoe we met slimme technologie de zorg beter, veiliger en efficiënter kunnen maken. Een fantastische studie, als je interesse hebt voor zorg en techniek en dat samen wil laten gaan. In dit college maken we samen een reis door de chirurgie. Hoe hebben robots het vak van de chirurg veranderd? En waar gaat het in de toekomst naartoe? Sommigen zullen het misschien wel wat spooky vinden en willen hun leven echt niet in de handen leggen van een robot. En anderen vinden het misschien juist fascinerend en hebben juist meer vertrouwen in techniek dan in de mens. Maar voordat je zelf een keuze maakt, laten we eerst eens even kijken naar de geschiedenis van de buikoperatie. Want dan snap je waarom de robot überhaupt een plek heeft gekregen bij ons op de operatiekamer. Nou, dat kan ik het beste laten zien in het lab. Ik neem jullie mee. Als we nou vroeger een operatie in de buik moesten uitvoeren, bijvoorbeeld aan de lever of aan de alvleesklier, dan maakten we een grote snee in het midden van de buik, met een scalpel. Dat ging zo. We maakten de buik open en konden er zo op deze manier inkijken. En we konden er ook echt met onze handen bij. Voor ons was dat prettig. Je kon je hele lijf inzetten, je polsen, je ellebogen, je schouders. Maar voor de patiënt was dat niet fijn. Het duurt namelijk lang om te herstellen. De operatie is gevoelig voor complicaties. Je kunt bijvoorbeeld een infectie krijgen aan die grote buikwond, of een buikwandbreuk, of bijvoorbeeld een longontsteking. En vergeet ook niet, je hield er een groot litteken aan over. Een jaar of 30 geleden zijn we daarom overgestapt op kijkoperaties. En dat kon omdat er toen camera's ontwikkeld werden waarmee je de operatie op een tv-scherm kon volgen. Om je te laten zien hoe dat in zijn werk gaat, geef ik mijn patiënt hier allereerst even een nieuwe buik. Nou, zoals je ziet, staat de buik van deze patiënt een beetje bol. En dat komt omdat we er koolzuurgas in gepompt hebben. Die bolle buik, dat hebben we nodig omdat we rond moeten kunnen kijken en omdat we moeten kunnen bewegen. In plaats van dat we de hele buik openleggen en een grote wond maken, maken we bij een kijkoperatie maar een paar kleine sneetjes in de huid. Kijk, dat gaat zo. En door die sneetjes brengen we dan de buisjes van de kijkoperatie naar binnen. Die zien er zo uit. Door dit eerste buisje gaat dan het zogenaamde optiek naar binnen. Dat is een lenzensysteem. Dat ziet er zo uit. Wat we door het buisje inbrengen en op dat lenssysteem wordt dan bij een echte operatie de camerakop gekoppeld. Die genereert het beeld en dat volgen we dan op een tv-scherm. Als dit buisje erin zit, kunnen we vervolgens de volgende buisjes inbrengen waar de instrumenten doorheen gaan. In totaal gebruiken we bij de kijkoperatie 2 tot wel 6 van deze buisjes. Ik laat het zien. Door die buisjes gaan dan kijkoperatie-instrumenten naar binnen. Dit is daar een voorbeeld van, een buisje met een diameter van ongeveer 5 mm. Het is dus letterlijk een kijkoperatie. Maar het woord dat is wel een beetje verwarrend. Want het is natuurlijk niet alleen maar kijken, je moet natuurlijk ook de operatie uitvoeren. En die operatie is hetzelfde als wat je zou doen via een grote snee aan de binnenzijde. Maar die kijkoperatie die is prettig voor de patiënt. Want het is natuurlijk veel minder ingrijpend. Je hoeft niet meer helemaal opengesneden te worden.
Je maakt maar een paar gaatjes in de huid en je houdt er dus ook maar hele kleine littekens aan over. Fijn voor de patiënt, maar het maakt mij en mijn collega's het werk niet echt makkelijker. Die buisjes voor de camera en instrumenten die zitten gefixeerd in de buikwand. Ze kunnen niet zijdelings bewegen, ze kunnen alleen maar kantelen. Het wordt dus ook werkelijk een kantelpunt. En als je dan met je instrument gaat opereren, dan opereer je over dat kantelpunt. Omhoog aan de buitenkant wordt dan omlaag aan de binnenkant. En rechts aan de buitenkant wordt dan naar links aan de binnenkant. Daarnaast zijn je bewegingsmogelijkheden, zoals je ziet, ook nog eens een keer heel erg beperkt. Je hebt dus niet meer de vrije ruimte, de bewegingsvrijheid zoals je die vroeger had bij een open operatie via een snee. En daarnaast moet je ook nog eens steeds naar een schermpje kijken in plaats van rechtstreeks die buikholte in. Je zit dus niet meer met je gezichtsveld direct bovenop het operatieterrein. Dit zijn dan onder andere ook redenen waarom die operatierobot voor het eerst om de hoek kwam kijken. In plaats van dat ik zelf de instrumenten en de camera beweeg, neemt de robot het van mij over. Ik bestuur de robot vanuit een cockpit op de operatiekamer. En een heel sterke computer in die cockpit helpt mij om mijn bewegingen preciezer te maken. Zodoende kan ik haast microscopisch verfijnd werken. Die robot bestaat uit 4 armen. Aan 1 van de armen zit de camera en aan de andere armen zit telkens een ander instrument, een mesje, een knijpertje of een brandertje. En al die instrumenten die hebben vlak voor hun punt 2 gewrichten. Ik laat dat zien. Dit is zo'n instrument van een operatierobot. Dit is een knijpertje en dan aan het einde zie je dat er 2 gewrichtjes zitten en die kunnen buigen in deze richting en ook nog eens in die richting. En daardoor krijg ik weer veel meer bewegingsvrijheid terug. Het is alsof ik mijn polsen en mijn handen weer terug in de buik kan stoppen. Op die manier krijg ik een groot deel van de bewegingsvrijheid van de ouderwetse grote operatie terug. Maar de patiënt die behoudt de voordelen van de kijkoperatie. Dus als je op die video ziet, werk ik natuurlijk maar met 2 van de 3 werkarmen. Want ik heb maar een linker en een rechterarm. 1 van die 3 die staat stil. Bijvoorbeeld om iets vast te houden. Die andere staat ook stil, die houdt de camera vast. Nou, ik kan tussen die 3 werkarmen switchen met een voetpedaal. Tegelijkertijd ben ik ook nog eens mijn eigen cameraman. Met de joysticks en het voetpedaal kan ik de kijkrichting of de afstand van die kijkbuis en dus ook de camera veranderen en aanpassen. Nou, op een gegeven moment gaat dat haast ongemerkt. Dan doe je dat zonder erover na te denken. Dat kan wel meerdere keren per minuut zijn. Met dat kijksysteem van die robot heb ik een haarscherp, 3-dimensionaal en ook nog eens een keer 10 keer vergroot beeld. En ik kijk dan tijdens die operatie door een soort duikbril. En ik zie dan alleen de binnenkant van de mens. En dat is heel bijzonder. Ik heb dan het gevoel dat ik echt daarbinnen ben, in die buikholte. Eigenlijk veel meer dan wanneer ik aan de operatietafel sta en op 1,5 meter afstand naar een tv-scherm kijk. Nou, dat effect, dat voelen dat je daar binnenin zit, dat heet immersion. Helemaal opgaan in je werkomgeving. Nou, die robot die brengt mij nog een paar andere voordelen. 1 heet ergonomie. Ik kan als chirurg af en toe eens lekker goed mijn rug en mijn armen strekken en ik zit in een veel natuurlijkere werkhouding. Geen nare of ongezonde lichaamshoudingen meer. Moet je maar eens bedenken, bij een gewone kijkoperatie waarbij ik 2 uur lang in de lichaamsholte heel precies sta te werken, terwijl ik misschien gebogen sta of krom met mijn nek of zo kijkend naar het tv-scherm. Nou, dat hou je echt niet vol, hoor, tot aan je pensioen. Die robots die werken ontzettend zorgvuldig. Ze nemen mijn bewegingen exact over. Hier op dit videofragment zie je bijvoorbeeld hoe ik met een robot een velletje van de druif kan afpellen. Zo ongelooflijk precies, tot op de millimeter. En indien nodig, dan kunnen ze mijn bewegingen zelfs nog wat verfijnen. Als ik bijvoorbeeld een hele kleine trilling zou maken, dan filtert die robot dat er gewoon uit. Die robot die heeft geen last van trillende handjes. Dat is ideaal. Als chirurg ben ik dus maar wat blij met die robot aan mijn zijde. Maar er is wel iets wat nog mist. En daar is een woord voor, dat heet haptische feedback. En daarmee bedoel ik het gevoel dat je hebt als je aan het opereren bent met een gewone kijkoperatie of via een snee. Het gevoel dat je met je vingers hebt als je aan weefsel trekt of als je erin drukt. Je voelt dan hoe het weefsel aanvoelt. En ook welke krachten je erop uit kan oefenen zonder dat weefsel te beschadigen. Nou, even een voorbeeldje uit de praktijk. Een wijnglas, dat zou je ook heel anders oppakken dan een zware koffiemok. En een kikker
die zou je ook heel anders pakken dan een cavia. Je voelt aan het ene materiaal dat je er voorzichtiger mee moet zijn dan met het andere. Die robot die heeft geen haptische feedback. Hij geeft niet aan mij door hoe hard ik in het weefsel knijp. Of hoe hard ik eraan trek, of bijvoorbeeld aan een herdraad. En dat betekent dat als ik in de cockpit zit, met mijn handen en mijn joysticks, dat ik volledig op mijn ogen moet varen. Ik moet zelf inschatten hoe hard ik ergens aan kan trekken, of hoe stevig ik iets kan vastpakken. Daar moet je echt voor oefenen. Tijdens de echte operatie ook wel eens gebruik van twee van die cockpits. En die tweede cockpit is dan voor een chirurg een opleiding. Zodoende kun je dan samen opereren en kan de ervaren chirurg de leerling begeleiden. Maar die ervaren chirurg kan als het nodig is ook op ieder moment die operatie overnemen, zodat het leerproces ook voor de patiënt optimaal veilig is. Nou, dan vraag je je misschien af, als die robot nou zo precies kan werken, waarom laat hem dan niet de hele operatie doen? Waarom moet er überhaupt nog een mens zijn die die robot aanstuurt? Die robot die is vooral goed in heel duidelijk afgekaderde en voorgeprogrammeerde taken. Die kan die heel goed uitvoeren. Maar al die verschillende handelingen die bij een operatie komen kijken, door een robot laten doen, ja, dat is gewoon echt onmogelijk. En denk dan aan het klaarliggen van de patiënt, het voorbereiden van de operatie, het maken van die sneetjes, het plaatsen van de buisjes. Dan nog eens een keer de operatie in het inwendige. Maar dan moet je toch ook weer terug naar die operatietafel, dichthechten, afronden, ga zo maar door. Misschien kan die robot wel een heel klein onderdeel van die operatie heel precies en volledig zelfstandig uitvoeren. Misschien zelfs wel preciezer dan wanneer de chirurg de robot aanstuurt. Maar nooit het hele proces. Maar dan hebben we nog een ander probleem. En dat is die robot eigenlijk niet zo goed om kan gaan met onverwachte situaties. Nou, dat begint al met veranderingen van het weefsel. Als je zacht weefsel aanraakt of oppakt, dan verandert het van vorm. Een weefsel kan ineens gaan indeuken, het kan gaan scheuren, het kan een beetje gaan bloeden. Het zijn niet voorspelbare reacties van het weefsel. Van een robot is het heel moeilijk om erop te anticiperen. En nog moeilijker om te beslissen terwijl hij eigenlijk niet alle gewenste informatie heeft. Maar chirurgie is nog steeds een vak waar het met regelmaat voorkomt dat je moet durven beslissen tijdens een onbekende situatie. Computers kunnen daar ook wel een heel eind mee komen. En dat kunnen ze als we miljoenen scenario's van dezelfde operatie in die robot invoeren en ze die robot met elkaar laten vergelijken. Maar er kunnen altijd momenten zijn tijdens een operatie dat je het echt niet herkent. Nooit eerder gezien hebt. En dan moet je toch beslissen omdat de situatie daarom vraagt. Een mens durft dat wel. Simpelweg omdat de chirurg wel moet. Anders komt de patiënt in de problemen. Niettemin is de robot nu al een geweldige hulp. Weliswaar een beetje een domme, maar hij wordt steeds slimmer. We worden dus steeds betere kameraden. Maar die dokter van vlees en bloed, die zul je voorlopig echt nog wel zien aan de operatietafel.